leven in de 21ste eeuw. Een eeuw die meer dan ooit tevoren aandacht, inspanning, vernieuwing en creativiteit van de mens zal vragen. Meer monden moeten worden gevoed met steeds minder beschikbare landbouwgrond. Veredelingsbedrijven zoeken naar steeds meer variaties. Zij ontwikkelen rassen met een hogere voedselopbrengst. Rassen die kunnen groeien in uitdagende klimaatomstandigheden, zoals in zeer droge of natte gebieden. Rassen die resistent zijn tegen ziektes, zodat steeds minder bestrijdingsmiddelen hoeven worden ingezet. En ook omdat de consument zoekt naar nieuwe kleuren, geuren en smaken. Het is wel fijn dat ik keuze heb om nou iedere week dezelfde riedeltje groente af te gaan. Dat vind ik dan ook weer zo. Ik kan best wel een beetje variatie in de supermarkt ontdekken. Nieuwe rassen worden ontwikkeld om te kunnen blijven voldoen aan de steeds kritischer wordende vraag. Kwaliteit, opbrengst, oogstzekerheid, resistentie, vernieuwing, variatie. Allemaal nodig om te overleven en de aarde ook na de 21ste eeuw gezond door te geven. Gelukkig zijn er bedrijven die dit maatschappelijk belang inzien. Bedrijven die willen ontwikkelen en durven te investeren in de toekomst en de wereldvoedselproblematiek. En de consument? Die is afhankelijk van deze bedrijven. Het ontwikkelen van nieuwe rassen die voldoen aan de groeiende vraag gaat niet zomaar. Het vraagt jaren van inspanning, onderzoek en grote financiële investeringen. Het is een kapitaalsintensieve bedrijfsvoering. Vanaf het moment van het kruisen van een moeder-maal-vaderplant tot aan de vercommercialisatie van een ras, ja, daar ben je misschien wel 6 tot 8 jaar mee bezig. Om deze investeringen terug te verdienen, is kwekersrecht ontwikkeld. Een vorm van intellectueel eigendom dat is gericht op plantaardig materiaal. Hierbij wordt aan de houder van het kwekersrecht het alleenrecht voor verhandeling van zaad en plantgoed verleend. Zo kunnen veredelingsbedrijven ook in de toekomst blijven investeren in de ontwikkeling van nieuwe rassen. Onze klanten die willen keuze. Die hebben er behoefte aan dat zij verschillende rassen kunnen vergelijken en het voor hen meest geëigende ras kunnen kiezen. Dus diversiteit. Het feit dat zo'n ras beschermd is, zorgt ervoor dat niet iedere willekeurige kweker met zo'n ras aan de slag kan en hem vervolgens kan vermeerderen en verder op gaan kweken. De kracht van kwekersrecht is dat het ruimte biedt voor open innovatie. Een veredelingsbedrijf mag een willekeurig ras gebruiken, ook van een ander bedrijf, als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een nieuw ras. Hierdoor worden de beste eigenschappen van bestaande planten gecombineerd met de nieuw ontwikkelde eigenschappen. Kwekersrecht is dus van essentieel belang voor de stimulatie van innovatie en het voortbestaan van kwalitatief hoogwaardige producten. Er zijn natuurlijk steeds meer mensen die graag goede voeding willen hebben. En ja, we willen natuurlijk zorgen dat de teelten zo weinig mogelijk mislukken. In ieder geval richten we ons wat dat betreft op productie. Een hogere productie per vierkante meter. Maar ook op het voorkomen van ziekten. Wij kweken rassen voor zo'n 70, 80 verschillende randen. Een van de grootste afzetgebieden is bijvoorbeeld Noord-Afrika. Daarvan weten we dat het steeds droger wordt, dat ze het water steeds dieper uit de grond moeten pompen. Dat betekent ook dat het water waarmee ze moeten irrigeren steeds zouter wordt. En daarvoor hebben we ook bepaalde zouttolerantieproefvelden. En dat ze ook binnen een minder aantal groeidagen en met minder irrigatiewater tot een product kunnen komen. In Nederland wordt het kwekersrecht toegekend door de Raad voor Plantenrassen. NAC Tuinbouw voert het onderzoek uit dat hieraan vooraf gaat. Zij is als enige organisatie bevoegd om rassen van groente, landbouw en sierteeltgewassen te beoordelen voor het verlenen van kwekersrecht. Iedereen kan kwekersrecht aanvragen, maar dit kan alleen verkregen worden wanneer een nieuw ras voldoende onderscheidend is van andere rassen. Ook zijn er eisen met betrekking tot de uniformiteit en stabiliteit. Nou, wij controleren de planten en het zaad op de aantallen. Als dat voldoende is, dan kijken we hoe gezond het materiaal is. En als dat ook in orde is, dan coderen we het materiaal, zodat je niet kunt zien van wie het afkomstig is. Vervolgens wordt het zaad of opgeplant of
in bewaring gedaan. En voor planten die worden meteen in de kas of in het veld uitgeplant. Bij het bepalen of een nieuw ras kwekersrecht krijgt, kijkt NAC Tuinbouw eerst of het ras al bestaat. Hiervoor zijn databases ingericht waarin de eigenschappen en foto's van de rassen zijn opgeslagen. Vaak roept NAC Tuinbouw ook hulp in van gewasexperts. Van sommige gewassen, bijvoorbeeld in het geval van aardappel, analyseert NAC Tuinbouw de gewassen op DNA-niveau. Voor overige gewassen wordt het DNA alleen onderzocht bij vermeende inbreuk op kwekersrecht en bij het managen en organiseren van grote collecties. Vervolgens gaan onze onderzoekers de planten beschrijven op alle kenmerken die in het protocol voor dat gewas benoemd staan. Dit begint dan met het zaad en loopt vervolgens door alle groeistadia tot aan de bloei toe. Hierbij worden bijvoorbeeld kleuren in de bloem beschreven of een bladvorm. Een aantal gewassen, zoals bijvoorbeeld sla, staat bekend om hun vatbaarheid voor ziekteverwekkers. Veredelingsbedrijven ontwikkelen daarom rassen die hiervoor resistent zijn. Deze resistenties worden apart beoordeeld. Hiervoor heeft NAC Tuinbouw toetskassen en klimaatcellen. Het kwekersrechtonderzoek is gebaseerd op de vastlegging van de uiterlijke kenmerken van een ras. De resultaten worden gedurende 1 of 2 groeiseizoenen verzameld. Na samenvoeging van alle resultaten uit de verschillende groeicycli zal de onderzoeker een eindrapport samenstellen. Op basis van dit eindrapport zal de Raad voor Plantenrassen een besluit nemen. Het kwekersrecht is eigenlijk van wezenlijk belang voor ons bedrijf. Als er geen kwekersrecht zou zijn, ja, dan zou ons bedrijf ook eigenlijk niet kunnen bestaan. Voor onze klanten is het kwekersrecht belangrijk, omdat ze unieke rassen kunnen verwerven, waarmee ook zij een unieke positie in de markt kunnen bewerkstelligen. Als er geen kwekersrecht zou zijn, dan leidt dat uiteindelijk tot nog beperkter aantal verenigingsbedrijven en dus tot minder keus. Kwekersrecht, van essentieel belang voor de veredelaar, voor de teler en voor de consument. Voor een gezonde en gevarieerde toekomst.